Hoi allemaal, hier was ik heel eventjes met een kleine mini shoplog die ik toch heel veel wilde opnemen. Ik moest even wat dingen hebben en ik ben wel met een aantal dingetjes thuis gekomen. Ik moest sowieso een paar dingen hebben. Je ziet hier even al een klein dingetje uitsteken. Maar ik zal even kijken of ik de bon kan vinden. Nou, dit is de bon van de apotheek. Nou ja, aan de ene kant heb je daar niet zo heel veel aan. Maar het is wel goed om te weten als je door je huisarts of door je tandarts een keer gevraagd dat je een bepaalde ding moet hebben. Deze heb ik van mijn tandarts als advies meegegeven en die ga ik nu dus voorlopig ook even gebruiken. Dus dat is deze en deze kost €8,77. In ieder geval, ik zal even kijken of ik, is dit het? Dit is van Steps. Ja, ik heb van de tandarts ook nog tandenstokertjes aangeraden gekregen. En dan krijg ik deze heel goed aangeraden. Dit zijn tandenstokertjes van Jordan. Deze komen gewoon bij de Ethos vandaan. Maar je hebt ze ook bij de Kruidvat. En deze zijn één zoveel. Ik moet alleen even kijken. Ik denk dat dit inderdaad is het Action bonnetje. Kijk, ik zit heel eventjes te kijken. Ik heb hier één rolletje gewoon geschenkpapier. Ik moet wat inpakken. Dus. En deze kost 85 cent. Dat deze 85 cent kost. Dan heb ik ook nog een setje pennen. Nou ja, pennen zijn altijd handig. Die heb je altijd wel nodig. Dus ik dacht, ik neem er gelijk gewoon een setje van 10 mee. En deze balpennen die kosten 89 cent. En dan heb je dan een paar blauwe, twee rode en twee zwarte. Nou ja, altijd ideaal. Even kijken, het volgende. Wat ik ook nodig heb, nou ja, voor jullie is het niet zo heel interessant. Maar afwasmiddel, mijn is bijna op. Dus was nog niet helemaal op, maar wel bijna. En toen zag ik deze grote. En daar dacht ik eigenlijk wel bij van, dat is wel heel goed, want dan zit je voorlopig wel even goed met afwasmiddelen. Dus dit is gewoon van Dreft. Komt ook van de Action vandaan. Van 800 ml. En deze kost €2,19. En als laatste, ik wilde die al een tijdje. Alleen ik was eigenlijk al een beetje zoiets van, waarschijnlijk is die al uitverkocht. Maar ik heb hem toch nog weten te bemachtigen. En dat is het Glow Highlighter Palet van de Action. Die scheen heel goed en heel mooi te zijn. In ieder geval. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd naar deze. Het ziet er, ja, het is verder een heel simpel doosje. Maar de highlighters schijnen echt heel mooi te zijn. Dus ik ben daar echt heel benieuwd naar. Als jullie het leuk vinden dat ik hier een soort van lab or testing van opneem, laat het mij dan eventjes weten. Want dit paletje kost €2,49. Maar als jullie alsnog willen, want hij is al wel een tijdje uit. Dus waarschijnlijk zijn er al best wel veel reviews over geweest misschien. En dat mensen ze in een video hebben getest. Maar als jullie hem alsnog willen zien in een lab or testing, laat het mij dan eventjes weten. Want dan kan ik dat voor jullie doen. Laat het hier beneden in de comments maar weten of je deze alsnog wil zien. Ze hadden ook nog de roze highlighter, de andere highlighter. Het enige nadeel was, van die was er nog maar eentje. En die was, daar was één highlighter was gewoon van gebroken. Dus ja, dat vond ik niet leuk. En ik denk, als ik hem dan ook wil testen, wil ik hem ook wel goed heel testen. Dus ja. Dus uiteindelijk ben ik, ja, deze wilde ik sowieso al. En ja, dus deze heb ik uiteindelijk meegenomen. En als allerlaatste, ik was al best wel een tijdje op zoek naar een beetje een soort vestje, bolero-achtig iets, wat korter, wat meer cropped zou vallen. Nou heb ik best wel lang moeten zoeken. Uiteindelijk heb ik waar de tas officieel van is. Deze tas is van Steps en daar komt het jasje ook vandaan. Dit is gewoon een simpel zwart. Dat het gewoon een simpel zwart dingetje is. Maar hier zoals je kan zien. Zoals je kan zien valt die, is die heel kort. Het heeft lange mouwen. Dat het met lange mouwen is. Deze.
En ja, dit is gewoon een heel mooi dingetje. En ik heb twee rokken. Alleen daar kan ik eventueel een petticoat onder dragen. Maar straks in de winter wil je vaak toch wel iets van vestje of iets van dit aan. En daarvoor zocht ik het ook eigenlijk. Want doordat het straks wat kouder is, wil je er toch altijd weer over een shirt of iets wat je erop hebt, wil je er iets overheen. En daarom zocht ik een klein iets, maar juist als je langere vesten onder zo'n rok heeft die heel wijd is, die valt er dan overheen en dan haal je het effect van die rok eigenlijk weg. Dus vandaar dat ik echt naar zo'n lengte zat te zoeken. Want dit is echt de perfecte lengte. Ik zou sowieso, hou mijn Instagram en zo en mijn social media in de gaten. Jullie gaan vast en zeker nog wel een keer een foto zien waar ik deze mee aan heb. Dus hou dat zeker in de gaten. En deze, hij was officieel was hij, €70. Maar ik heb wel wat korting gekregen. Want ik heb er uiteindelijk €64,99 voor betaald. Dus nou, dit was mijn shoplog. Ik hoop dat jullie toch even leuk vonden. Ik had toch een aantal dingetjes gehaald. Dus ik dacht, dat is wel leuk om even te laten zien in de shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als jullie deze video leuk vinden. Vergeet je niet te abonneren. Dat kan beneden hier in de kom. Dat kan hier beneden op de rode abonneerknop. En laat ook een comment achter. Zeker of je ook de highlighter nog in de lab or testing voorbij wil zien komen. En laat ook een andere leuke comment achter. En dan zie ik jullie snel weer bij een volgende video. Doei!